Dit wordt de warmste en meest Olympische wasstraat ooit. Nee, tot nu toe. Hij moet echt door de wasstraat, want hij is hartstikke smerig. Hij is echt heel vies. We hebben inmiddels ook de camera vastgemaakt. Die is de poepcam gedoopt. Dus als je het wil zien, kijk naar kant B. En ik heb aantekeningen. Digitaal. En ik niet. Ik heb ze in mijn hoofd. Nou, en dan zal ik maar gelijk beginnen. Begin maar. Want ik noem het de meest Olympische wasstraat ooit. Want de Olympische Spelen die zijn in gang. Alle dingen die daarvoor zijn in Londen. En daar hebben toch een partij mensen last van. Want iedereen die wil iets zeggen over allemaal contentmakers en bedrijfjes die daar zitten. Die willen allemaal iets vertellen over de Olympische Spelen. Maar dat mag niet. Want ze worden heel zwaar gecensureerd. Want zodra je geld verdient met de Olympische Spelen, dan ben je sowieso de sjaak. Dan word je aangeklaagd en dan moet je geld geven. Want je gebruikt het logo of de ringen of weet ik veel wat. En als je er geen geld mee verdient, maar een beetje een lolletje van maakt, of je associeert ze met rare dingen, dan word je ook aangeklaagd. Maar geldt dat overal of is dat alleen in Engeland zo? In Engeland hebben ze dat weten te verweven in de wetgeving van Londen zelf. Ja. Dus die zitten, dus in plaats van dat je zeg maar gewoon normale wetgeving hebt over van hey, iemand gebruikt mijn merk. Nou, dan heb je daar rechtgang, et cetera. Dat duurt een hele tijd. Speciaal voor de Olympische Spelen mogen agenten mensen oppikken en winkels sluiten als ze dat doen. De wetgeving is aangepast zodat, nou eigenlijk, je hebt nu de wet van de Olympische Spelen staat, of eigenlijk van de commercie van de Olympische Spelen staat boven de normale Engelse wet. Ja. Dat is wat de Olympische Spelen eigenlijk altijd al, of de laatste 20 jaar al deden. Ja, ze zijn heel erg goed in het verdienen van geld op het merk. Hè. Dan heb je het over de ringen, dan heb je over het woord Olympic. Ik geloof dat in Engeland brons zelfs geregistreerd was. Er zijn heel veel woorden die mag je niet gebruiken. Nee. Althans niet zonder toestemming en dat er een goede fee wordt afgegeven aan de organisatie. Ja. Kijk, en het was natuurlijk bedoeld dat niet zomaar Jan en Alleman Olympische t-shirts ging maken, terwijl de organisatie van de Olympische Spelen daarvan leeft. Het enige wat ze hebben is het event, de ringen en alles wat er omheen zit. En de vraag is, laatst kreeg ook iemand van de Olympische Spelen in Engeland de vraag van, kom je dan binnen met een t-shirt van Nike? Want Nike is geen sponsor. Ja. Nou, waarschijnlijk niet, werd toen gezegd. En op mijn schoenen. En toen zei hij, ja hallo, we zijn toch niet belachelijk. Waarschijnlijk kom je wel binnen. Ja, precies. Ja. Dus, niet eens, ja zeker, maar waarschijnlijk. Zo raar. Ja. En zo, dus je moet dus je kleding aanpassen. Hè? Er zijn mensen die worden bijvoorbeeld gesponsord door een kledingmerk. Maar die maken ook maatkleding voor ze. Hè? Dat het helemaal goed past, dat ze extra hoog kunnen springen of ver kunnen springen of wat ook. En dan moeten ze dus nu van een ander merk nemen, omdat die logo's die erop staan niet mogen. Of ze moeten eraf stikken of wat ook. Echt bizar. Ja, dat is echt zo. En ik zei, kijk, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, nou dat is wel een beetje extreem. Maar pas Olympische gedachte die is gewoon veranderd. Die is weg. Nou, die is veranderd. Die is geëvolueerd over de jaren. Maar het is ook weer niet zo. Weet je, het zijn inderdaad achterlijke, hypercommerciële drijfveren die er nu achter zitten. Ja, heel erg. Maar wat ik toch wel bijzonder vind, kijk, ik heb er helemaal niks mee, maar dat is dat een heleboel mensen echt enthousiast worden over de Olympische Spelen. Dat vinden ze echt helemaal te gek. Ja. Ja, ik kan het ook wel begrijpen. Hè? Ik vind de Olympische Spelen als concept is het heel erg leuk. Maar ik denk dat zij, als zij zo ver gaan daarin, dat ze veel meer aandacht krijgen in een negatieve sfeer. Dat ze gewoon heel erg veel gedaan krijgen ten eerste.
om een event ook daadwerkelijk heel winstgevend voor hun te laten zijn. Bedrijven willen zo graag die landen willen zo graag die Olympische Spelen hebben. Ja. Dat ze daar gewoon inderdaad dit soort bizarre, wat zijn dat, dictatoriale knievallen voor doen. Het zijn geen normale wetten. Het is niet normaal. Nee, het zijn geen wetten. Tijdelijke wetgeving over merken. Dat een winkelier niet zelf mag bepalen. Of, nou, er is een groot evenement in de stad en elke winkelier doet daar altijd wat mee. Ja. Dat is normaal. Dat is gewoon, dus die zet dingen in de etalage die ermee te maken hebben. Dat mag nu niet. Nee, dus je mag geen ringen voeren. Ik geloof dat een slager, die had dus zijn worsten in de vorm van de ringen gedaan. En die werd gesloten. Ja. Niet gewoon zo van, nou, dan kan u dat er even uit. Nee, gewoon sluiten die hap. Nee, hij moest ze verwijderen. Ja, nee, natuurlijk moest hij ze verwijderen. De winkel werd niet gesloten. Maar wat ik interessant vond, was dat er dus ook een... Er was een comediant of een iemand die leuke printjes maakte en die had iets getwitterd. Die maakte de analogie tussen de ringen en dingen die tussen je bilspleet zitten. En daar was natuurlijk de Olympische Commissie was er helemaal niet van gediend. En die zei dus van, we willen dat je dat weghaalt. En die comediant die zei, ja kom op. Het was gewoon een onschuldige tweet en wat moet dat nu uitmaken? En ze hadden dus gezegd van ja, maar jij hebt een website en daarop zet je die grapjes. En met die grapjes verdien je geld, want er zitten banners omheen. En dus vanuit dat oogpunt willen we dat je het weghaalt. Dus ze doen allemaal rare kronkels om uiteindelijk toch hun zin te krijgen. Ja. En om voornamelijk dus de boodschap van de Olympische Spelen heel erg puur te houden. Ik vind het fascinerend. Ik vind het echt fascinerend hoe zij zulke druk uitoefenen op een gemeenschap. Maar hoe zit dat dan eigenlijk met nieuwssites? Ik neem aan dat een nieuwssite toch wel gewoon verslag ervan mag doen. Ja. Maar nieuwssites verdienen ook geld. Zeker. Met de Olympische Spelen. Dus die mag toch gewoon schrijven van... Het Olympisch Comité is dictatoriaal. Dat soort dingen mogen er toch wel in staan. Dat mogen ze doen. Ze mogen dus... als het goed is mag je... Dat is gewoon de vrijheid van meningsuiting. Of in ieder geval van persvrijheid, sorry. Ja. En dat is totaal iets anders overigens. Dus dat mag. Maar zonder dat je dingen gebruikt als... als het beeldmerk en dat soort zaken. Die mag je dan niet gebruiken. Want daar moet je voor betalen. Daar komt het op neer. En ik geloof ook dat je bepaalde... Er zijn loepjes eromheen. Hè? Dus zoals ik in het begin zei... Dit is de meest Olympische wasstraat die er is. Dat mag. Maar ik mag niet zeggen... Dit is de Olympische wasstraat. Nee. Want dan zouden we ons verbinden met de Olympics. En dus dat is het niet. Dit is niet de Olympische wasstraat. Dit is de meest Olympische wasstraat. Ooit. Dus er zijn allemaal dingetjes eromheen. En, Olympisch als in enorm. Ja, precies. Ja. Of het gebied rond Amerika, Washington. Of de Olympus. Ja, precies. Ik ben wel eens op de Olympus geweest. Precies. Die berg. Ja. Dus niet op de hoogste top, want die had ik geen zin meer in. Maar ik heb wel een paar van de toppen van de Olympus heb ik beroerd. Ja, dus nu hebben we twee dingen genoemd die Olympisch zijn. Ja. En dus is het de meest Olympische wasstraat ooit. Absoluut. Ja. Maar ja, het is inderdaad bizar hoe die... Dat is inderdaad dit soort evenementen dat die graag willen dat er... eigenlijk, die willen het liefst in dictaturen willen die zijn. En ze willen alles in de hand hebben. Ze dat willen zoveel mogelijk. Hebben Formule 1, de Formule 1 is ook, de helft van die races gebeurt in verschrikkelijke landen. Ja. Echt dictatoriale landen. En daar wil dan zeggen van die sportorganisatoren, die zeggen dan nee, maar dit is sport, dit is geen politiek. Ja. Ja, maar het blijft een doorcijpeling. Ik hoorde dat ook een van de omstreden landen, daar zouden sporters zouden dus ook naar de Olympische Spelen gaan. En die zeiden van, nou, we doen het toch maar niet. Want onlangs is ons land in tweeën gesplitst. En we willen ons niet associëren met de
de nieuwe vlag of de huidige vlag of wat ook. De oude vlag, ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje raar, inderdaad, dat toch sporters zich daarmee bezighouden. Het is niet raar, het is een beetje een soort van vast thema. Mensen houden zich daar toch mee bezig? Ja, 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 maar het is ook een soort van vast thema van de Olympische Spelen. Altijd komt politiek komt daar toch wel te sprake. Tuurlijk, het is toch ook landen, het is hartstikke politiek. Ja, eindelijk, ja. Ja. Maar goed, ja. Ja, ik vind het vooral reuze interessant. Ik probeer die berichtjes wel een beetje te sparen, want ja, het is gewoon, het is een beetje lachen. Maar ja, aan de andere kant, de mensen die er echt schade door krijgen op een onredelijke manier, daarvan denken we, ja, dat is toch niet nodig. Het is inderdaad gewoon echt bizar. Het is niet meer, het is geen normale denkwijze meer. Nee. Dit is niet wat nou, eigenlijk iedereen vindt dit een beetje raar. Dus, behalve marketeers misschien. Het is een beetje op hol geslagen merk management. Ja. Een soort van dat je een soort van ubermenschen hebt en dat zijn dan de merken die meer rechten hebben dan mensen. Ja, precies, ja. Ja, maar dat is wel een beetje zo, hè. Bedrijven zijn in Amerika bijvoorbeeld een rechtspersoon. Of zo. Ja. Nee, die zijn Vergelijkbaar met een natuurlijk persoon. Ja, precies. Dus ze hebben dezelfde rechten. Maar omdat bedrijven veel geld hebben, als er een rechtszaak is tussen een mens en een bedrijf, dan zal het bedrijf natuurlijk winnen, omdat hij betere juristen in dienst heeft. Ja, precies. Ja. Ja, en er zijn ook nog wat andere zaken, want bedrijven die hebben, zijn namelijk niet hoofdelijk verantwoordelijk. Oh ja, inderdaad. En dat zijn wel dezelfde rechten, niet dezelfde plichten. Precies, ja. Dat zijn mensen van vlees en bloed, zijn dat natuurlijk wel. Ja. Je kan failliet verklaard worden als mens als je je boetes niet kan betalen. Ja, en de meeste boetes die opgelegd worden aan grote multinationals, daar trekken ze hun schouders bij op. En zeggen ze van, nou, dat is de prijs, dat vinden we het wel waard. Ja, die 45.000 euro aan boete. Ja. Kom maar op. En dat is inderdaad een beetje scheef. De vraag is in hoeverre dat nog bij ons, zeg maar, of dat ook bij ons doorlekt. Kijk. Hé, hey, we hebben een dichte brug. Of tenminste, een dichte brug is niet zo heel erg opvallend. Wat is het nou? Is de brug dicht of open? Hij is nu dicht. Ja, hè? En de weg is afgesloten over de brug. En straks is die... Ja, fijn. Laten we daar eens een discussie over hebben. Ja.